Ja, en dan ben ik natuurlijk een Hollander. Hoe hard gaat dit nou in prijs naar beneden? Nou, een schatting? Zeg eens van 70 cent naar 7 cent. Dat aan het boerenvak risico's zitten, dat weet denk ik iedereen wel. Maar voor sommige boeren zijn de risico's nog wat groter. Kijk bijvoorbeeld naar de fruittelers vorig jaar. Eerst die vreselijke vrieskou en daarna ook nog die extreme droogte in de zomer. Het was een verschrikkelijk jaar, zeiden ze. Maar hoe kan het dan dat ik toch elke keer die vakken nog steeds vol zie liggen? En daarom ga ik langs bij fruitteler Wessel van Olst in Ressen. En hij gaat me vast al die antwoorden geven vandaag. Al hard aan het werk, Wessel, zie ik. Ja. Wat ben je aan het doen? Ik ben een jonge boom aan het aanbinden. Dat is eigenlijk om te voorkomen dat ze breken. Dus als appels gaan roeien, wordt de tak zwaar. En dan wil ik wel dat die tak heel blijft. Dus ik zorg ervoor dat we die takken aan de paal binden. Dit zijn allemaal appels, toch? Dit zijn appels. Dit zijn Pinova-appels. Maar jij hebt veel meer fruit. Ja, we hebben 10 hectare appel, 10 hectare peer. En de appel is wel echt ons ding. We hebben 10 soorten appels. En daardoor kunnen we eigenlijk het jaar rond, van de oogst in september tot de volgende oogst in september. Is dat dan ook echt de reden, niet omdat je niet kan kiezen, maar omdat je daardoor om iedereen, altijd we kunnen ook niet kiezen. Nee, okay. Ook niet. Maar het is toch niet zo dat al die appels echt ook op een ander tijdstip in het jaar geoogst worden? Althans niet zo ruim, nee, alles zit in een bandbreedte van een week of 6. Ja. Dus half augustus, eind september, half oktober. Ja, en wat doe je dan de rest van het jaar? Dan gaan we een hele jaar op vakantie. Ja, dat zou fijn zijn. Nee, want de fruitteler doet veel meer dan dat natuurlijk. Maar je denkt vaak bij fruit aan die ene tijd van het jaar waarin alles geplukt wordt. Maar wat ben je dan de rest van het jaar aan het doen? Ja, het gaat het hele jaar door. Dus als wij klaar zijn met oogsten, september, oktober, dan pakken we meteen de snoeischaar uit de kast. Dat is het meeste werk. Dat zien mensen niet, maar dat is voor ons het meeste werk. En daar zijn we mee bezig tot de bloei, soms nog wel tot en met de bloei, als we achterlopen, als we niet oppassen. Dus ik moet me voorstellen dat je al die maanden gewoon vooral buiten aan het werk bent. Opbinden. Ja. Aanbinden. Hoe was het nou? Aanbinden. Aanbinden. Aanbinden met bindbuis. Maar dan moet je voor mij even, een kleine boom opzoeken. Ja. En wat wel handig is een vingermesje. Dat is gewoon een ring waar een mesje aan zit waar je mee kan doorsnijden. Dus speciaal moment, zeg je dat? Ja, speciaal. En haal je hem achterlangs en dan leg je de knoop in en dan snij je hem af. Perfect. Kijk, heel goed. Nu zie ik hier heel veel appeltjes komen. Ja. Dan denk ik, wordt een topjaar. Ja. Kun je dat al zeggen? Nee, kun je niet zeggen. Qua zetting is super, dus de appels zitten heel mooi. Maar ja, de praktijk is weer barstig. Het weer hebben we niet in eigen hand. Dus als dit zo doorgaat, dan hebben we hier een mooie oogst. Maar als we een hagelbuik krijgen, dan hebben we hier niks. Of dan hebben we slechte appels in de boom. Ze zeggen wel eens boeren klagen altijd, maar het is we hebben alle uitersten gehad de afgelopen jaren. 2017 was veel te koud, vorig jaar was veel te heet. Wat gaat het dit jaar worden? Maar hoeveel invloed heeft dat voor jou, dat weer dan? Nou, dat heeft als je het over kou hebt bijvoorbeeld? Nou, kou in het voorjaar, dat was in 2017. Heeft heel veel schade toegebracht. Er is heel veel bloesem kapot gevroren. Wij hadden de helft van de oogst. Er zijn telers die hadden niks. Dus wij zaten ertussenin. Vorig jaar was het veel te heet. Dus de appels die aan de boom groeien, die komen nu uit de cel. Hè. We hebben september geoogst. Dat gaat koud. Komt nu uit de cel en er komt gewoon heel veel rotzooi uit de cel. Ja, want je oogst dan wel tegen het najaar aan, maar nu pas haal je je appels of peren uit de koeling. Ja, dat kan. Je haalt het hele jaar door haal je uit de koeling. Want je wil het hele jaar door een lekkere appel en peer kunnen aanbieden. En het hele jaar door merken we al die kwaliteitsproblemen. Voor jou is het dus elke keer afwachten of het goed gaat komen. Ja, je weet het. Je kiest voor het vak en je weet dat je afhankelijk bent. Maar de extremen stapelen zich op en dat is wel zorgelijk. Hoe gaat het klimaatverandering verder? Hoe ga je daarop inspelen? Moet ik nu dan toch investeren in een hagelnet?
Ja, zo zijn er allemaal afwegingen. Straks bekijkt Esther in de koelcel de appeloogst van vorig jaar. Toen je dit zag, dacht je, dit is niet zo goed. Nee, dat was een drama. Maar eerst vliegen we verder naar Ophemert, waar boerin Janneke Kranendonk ons elke week het boerenleven laat zien. En ook dat staat vandaag in het teken van de droogte. Hoi! Zeg maar hoi. We gaan opa ophalen. Eerst de beregening verzetten. Wat gaan we doen? De beregening verzetten. Ja. Kijk, mooie verse poep op het land. Daar gaat het gras van? Groeien, hè? Maar als het niet regent, dan groeit er niks. En dan krijgt het gras heel erg warm van al die poep en het blijft liggen en het droogt op. Water uit de sloot. Pompen. En een beetje gras erbij. En we hebben heel weinig regen gehad. Maar nu beregenen we. En dan heb je een hele goede benutting van je poep. Dat is mooi, hè? Op zoek naar een manier om wat bij te verdienen is geitenboerin Magda Scholte uit Stroe een bijzondere samenwerking aangegaan. Normaal is dit het domein van mijn geiten. Maar vandaag is er een geitenyogales. Ik geef hier yogalessen tussen de geiten. Je mag op de achterkant van je mat komen staan. Ik denk 2,5 jaar geleden kwam de trend uit Amerika van geiten yoga. En ik was al yogadocent, maar ik dacht, ja, ik wil eigenlijk ook altijd nog wel graag iets met dieren doen. En toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk helemaal wat bij mij past. Ik had van het fenomeen gehoord en ik dacht ook van, hé, dat is leuk, dat is interessant. En dan gaan we ons richten op de geluiden die je hier hoort. Nou, toen heb ik een paar geitenboerderijen een mail gestuurd. En toen heeft Magda mij uitgenodigd. En toen zijn we daar over gaan praten. En inmiddels geef ik hier met heel veel plezier en liefde de geiten-yoga-lessen. De yoga past heel goed bij mijn boerderij, omdat we een heel kleinschalige boerderij zijn. Omdat wij biologisch zijn en de geiten kennen ons, de geiten kennen heel veel mensen. De geiten zijn gericht op mensen en dus dan past het gewoon heel goed. Ik stel ze niet beschikbaar. Ik vind het wel heel fijn om de boerderij te delen met mensen en ook de geiten te laten zien van, ja, kom binnen en ervaar hoe het hier is. Bij die loopmeditatie richt je je op het afwikkelen van je voet. En jullie mogen in mijn tempo achter mij aanlopen. Nou, het mooie van geiten is dat ze heel erg van contact houden ook met mensen. Wanneer je een dier aait, dan gebeurt er van alles in je lichaam. En dan gaat er een hormoon, wordt er aangemaakt. Ik weet niet hoe dat hormoon heet, maar dat maakt ook niet uit. Volgens mij heet het oxytocine. Ja. Het hormoon geeft je rust. Dat merk je ook. Het hormoon geeft je gewoon rust en je gaat down to earth. En een kip, dat knuffelt ook niet zo lekker, maar die vinden het ook niet zelf heel... dat vinden ze zelf niet zo fijn. Maar voor de geit is het juist heel erg goed. En voor ons ook. Yoga betekent ook verbinding. En we zijn verbonden, hè, met de natuur. Het is heel leuk omdat ze zo het contact opzoeken. Het is heel anders dan dan een hond wel, maar aan de andere kant ook weer heel erg hetzelfde in knuffelgehalte. En nu ga je hier weg met enorm veel knuffelgevoel. Ja. Wat ga je ermee doen? Ja, iedereen knuffelt op straat. Ja, ik zou zeggen Stroe, wees gewaarschuwd. Als straks dan de appels geoogst worden en de peren en al het fruit, dan gaat het ook de koeling in, toch? Ja, meteen. Want ja, we eten eigenlijk het hele jaar door appels en peren. En dat komt omdat je ze gewoon lekker koud wegzet. Ja, koud
En zuurstofarm. Door die omstandigheden met zuurstof kan het wel goed blijven. Dat is wel een spelletje. Je moet dat wel goed beheersen. Je moet dat goed doen. Anders kan het ook fout gaan. Maar als je dat goed doet, dan blijft de smaak en kwaliteit behouden. Ja. Nu heb je me natuurlijk al gewaarschuwd. Het was niet zo'n goed jaar. Ik zie hier al een lege koeling. Ja. Dus de volle mag kopen. Hier staat nog in, ja. Maar het is gewoon niet het fruit wat je wil. Nee. Dit is wat wij niet meer willen eten. Dit is wat de consument dat liggen. En het zit alleen in de schil. Dan keldert hij van klasse 1 fruit naar schil. Naar een schilappel, naar industriefruit. Ja. En dan de appelsap wordt ervan gemaakt dus. Ja. Of de appelmoes? Of wat? Je kunt er appelsap van maken, een appelmoes van maken. Hij is prima te eten ook hoor. Alleen de schil is bruin, vruchtvlees is prima. Maar ja, dat accepteren wij niet. Ja, en dan ben ik natuurlijk een Hollander. Hoe hard gaat dit nou in prijs naar beneden? Hoeveel cent krijg je er eerst voor en een schatting? Zeg eens van 70 cent naar 7 cent. Ja, maar dat kun je toch niet zomaar opvangen, lijkt mij? Nee. Daarom moet je een middenprijs hebben over het hele seizoen. Waarmee je bedrijf draaiende kan houden. Dus je moet goede verkopen hebben en je weet dat je slechte verkopen hebt. Maar dit jaar slaat het door naar de slechte verkoop, slechte prijzen. En dat is wel zorgelijk voor heel veel telers. Je kan niet 4 van dit soort jaren hebben, lijkt me. Nee, dan is het klaar. Het valt me wel op dat je veel blijft lachen, ondanks dat ik hoor dramatisch weer. Ja. Maar is het dan, ik lach altijd veel. Gelukkig. Ja. Maar je ziet ook nog wel ergens... Als ik alleen fruitteler zou zijn, dan denk ik niet dat ik verder was gegaan. Daar zie ik niet de toekomst in. De toekomst voor onze fruitteelt is de samenhang met de winkel en de recreatie en beleving die wij in de Boomgaard bieden. Dus voor klanten, voor recreanten. Nu heb je me natuurlijk het een en ander verteld over wat de invloeden zijn op jouw fruit en op je oogst. Maar als ik het zo een beetje allemaal zie en hoor van jou, vind ik je eigenlijk bijna geen traditionele boer meer. Nee. Want je hebt jouw landwinkel. Ja. En je zei al, het is heel belangrijk voor je. Zonder was je misschien, had je het fruit misschien al wel vaarwel gezegd? Ja. Nou, dat had gekund, ja. De vraag is ook, wat is dan een traditionele boer? Bestaan die nog wel? Iedereen doet het op zijn manier, denk ik, ook wel een beetje anders. Vraag jij je dat wel eens af? Ja, dat vraag ik me wel eens af, ja. Men heeft het altijd over de traditionele boer of innovatie, vernieuwing, moeten met de tijd mee, alles verandert. Maar ik denk dat er al heel veel gebeurt, sowieso bij heel veel sectoren, of in ieder geval de agrarische sector, er gebeurt waanzinnig veel. Maar voor ons is de winkel heel belangrijk geworden. Dat is er eigenlijk bij ingegroeid, maar het is nu wel de stabiele factor in het bedrijf. Ja, en natuurlijk gewoon meteen de appels vooraan, hè? Ja, dat is ons product, daar pakken we mee uit. Dus dat staat hier altijd bij de ingang. Je zou natuurlijk nooit het fruit van een andere teler hier uit de buurt in je winkel zetten, toch? Nee, maar dat hoeft ook niet. Maar we hebben het zelf aan de overkant in de koelcel kunnen het een jaar lang goed houden. Dus we hebben in wezen het hele jaar door fruit uit eigen boom gehad. Ja, ook al als het even iets minder is, dan red je het wel. Daar hou je rekening mee. Daar hou je rekening mee, maar nu zit je ook in het seizoen. Kijk, de Elstar loopt op een gegeven moment uit. De Welland is bijna einde seizoen. Dan op een gegeven moment hou je geen keus meer over. Heb je eigenlijk alleen nog Jonegold. En dan moet je dus eigenlijk gewoon doen met wat er is? Dan moet je doen met wat er is. Ja, en daar voeden we de klant een beetje mee op. Maar op een gegeven moment snak je wel weer naar nieuwe oogst. Nu valt me dit natuurlijk meteen op, hè? De Pinova, die ik niet zo goed kende. Dan ga ik meteen proeven. Ja, doe maar. Maar die ken ik helemaal niet zo goed uit de gewone supermarkt. Je ziet hem ook niet zoveel in de supermarkt. Wessel, nu gaat het met jou goed wat betreft in ieder geval de landwinkel. Maar zou dit nou voor meerdere boeren in onze provincie een oplossing kunnen zijn, denk jij? Het moet wel bij je passen. Kijk, het is niet zo dat iedereen even oplost met een winkel beginnen. Het is best wel een investering. Het vraagt veel aandacht. En je moet ook wel het bedrijf ernaar hebben en de persoon naar zijn. Het is gewoon een bedrijf naast je bedrijf. Nu zijn we natuurlijk wel een fruitprovincie. Hoe zie jij de toekomst voor je, voor de fruittelers? Voor een groot gedeelte van de fruittelers is het best wel spannend. Ja. Ja. Dus ja, ik weet niet of we nog steeds de fruitprovincie zijn nu en in de toekomst. Nu, zou je het willen? Moet het wel zo blijven? Wel. Ja, wat mij betreft wel. Ja, we hebben gewoon in het gebied hebben alles om succesvol te zijn. Ja. Maar we hebben het weer niet in de hand. Daar hangt gewoon veel van af. Het blijft gewoon leuk om hier tussen die fruitbomen te lopen en dat fruit gewoon te zien groeien. Maar jeetje, wat is het toch een
uitdaging om fruitteler te zijn. Maar dan heb je gelukkig Wessel en die laat vandaag toch heel vaak met een lach zien dat hij met heel veel plezier zijn werk doet en dat hij met heel veel liefde voor zijn fruit zorgt en dus toekomst ziet in zijn landwinkel. Hier komt het wel goed. Ik zeg tot volgende week, tot de volgende boer.